Want jullie gingen hier naartoe met een pittige opgave om natuurlijk tijd nog te keren. Maar het is helaas niet gelukt. Ja, konden jullie er zelf nog wat aan doen, denk je, deze wedstrijd? Ja. Ja, zeker wel, natuurlijk. Je gaat die wedstrijd in om er wat aan te doen. Je weet dat Utrecht terug gaat zakken, ons gaat laten voetballen. Nou, dan wordt het wel lastig wat je zegt. Ja, je probeert het toch, 0-0 bij rust. We zeiden tegen elkaar, als we 0-0 bij rust hebben, is er nog niks aan de hand. Er kan nog van alles, twee doelpunten en je bent weer helemaal in de game, zeg maar. Ja, dat het dan uiteindelijk dat je ze dan tegenkrijgt op het eind. En die penalty dan, ja, is niet lekker. Wat gebeurde er bij die penalty? Volgens mij was jij er ook bij betrokken. Ja, klopt. Ik kwam een bal over mij heen volgens mij. En wij kruisten elkaar. En ik wil die bal wegtikken voor hem langs. Ik denk, oké, ga ik niet redden. Ik trek hem terug. Hij loopt tegen mijn been aan en gaat liggen. Penalty, ja. Het seizoen zit er nu wel op voor jou. Maar wat wel, denk ik, een pluspunt is voor jou, is dat je dit seizoen bij een eredivisieclub wel een redelijke basisplaats hebt ontwikkeld. Ja, dat was de reden dat ik natuurlijk in de winter vertrok bij Feyenoord. En dat ik dan uiteindelijk nog 3 wedstrijden meepak in de basis. Ja, dat is top. Daar doe je het voor. Denk je dat je dat perspectief ook had kunnen hebben bij Feyenoord? Ja, als ik dat had gedacht, had ik wel had ik daar nog gebleven. Maar nee, ik denk het niet. Nee. Als ik wel eens naar Feyenoord kijk nu op dit moment, er zijn heel veel talenten van jouw generatie die eigenlijk nu de deur uitgaan. Ja, zelfde reden eigenlijk. Als je ergens een kans niet krijgt en je bent jong, dan moet je doorpakken en dan moet je verder kijken. Ja, ik snap wel dat dat gebeurt. Ja. Want het verhaal bijvoorbeeld ook rondom Joel Zwarts, hè, die werd dan verteld van dat hij misschien kon blijven en dan uiteindelijk 2 weken later moest hij weg. Het is best wel gek toch dat dat allemaal daar gebeurt, terwijl Feyenoord een club is met een jeugdopleiding waarvan ze zeggen van nou, wij willen graag spelers hier in de Kuip krijgen. Ja, ik weet niet precies hoe dat is gelopen, dus daar hou ik me ook buiten. Maar ja, het is wel een bekend iets. Dat, je ziet ze vertrekken en dat is niet voor niets. Ja. Ik denk zonde van Feyenoord. Maar. Ik kan me wel voorstellen dat jij dus blij bent met die overstap die je hebt gemaakt. Ja, tuurlijk. Je doet het om een echte kans te krijgen. En als je die dan krijgt, ja, dat is top. En nu lekker vakantie en daarna weer lekker trainen, neem ik aan. Ja, voor vakantie klopt en dan gaan we beginnen. Ja. Wat ga je doen? Ik ga naar Mauritius. Kleine 2 weken en dan ga ik weer trainen. Dat hoor je niet vaak, Mauritius? Nee, een beetje ontdekken toch buiten Europa en dan leuk toch? Gezellig, geniet ervan en dankjewel voor je tijd.